schaapscheerdersfeest. Hoort dat bij een schaapskudde? Ja, enigszins wel. Want anders, wij scheren de schapen op de ouderwetse manier met handmatig met de schaar. En degene die zo'n feest niet organiseren, maar wel een kudde is, ja, die doen het met de machine. Maar dit is natuurlijk op de ouderwetse manier veel leuker. Wij maken daar een klein marktje omheen met oude ambachten, hobbyisten. Dus we maken er een leuk feestje van. Wat gebeurt er met de wol? De wol, nou, de spinnen komt weer een beetje in. Een hele poos hebben ze de wol gewoon af moeten voeren naar de Wolfederatie. Toen jaren moest het gewoon naar de stort, want het bracht helemaal geen geld op. Nu wordt de wol weer verkocht. En ja, die mensen die gaan weer spinnen. En de zwarte wol is heel erg in trek, want die was vanmorgen, voordat er één schaap geschoren was, was dus de wol al verkocht. De zwarte wol of alle wol? Nee, de zwarte wol. Zwarte wol. Maar we hebben maar een paar zwarte schapen. In elke familie is één zwart schaap, maar deze familie zijn meerdere zwarte schapen. Schaapsherder is ook de hele dag hier, neem ik aan, of niet? Hij is ook de hele dag hier. Ja, hij scheert dus niet. Maar hij is wel de hele dag hier om goed te kijken of dus toch alles goed gaat. Want het is uiteindelijk wel zijn kudde. En wij als schaapscheerderscommissie mogen dus de schapen, wij noemen het altijd een beetje lenen, om dit feest te kunnen organiseren. Zijn er eigenlijk nog wel voldoende schaapscheerders in Nederland? Nou, dat loopt natuurlijk wel terug. En wij hebben dus ook sinds een paar jaar weer wat jonge aanwas erbij. Jongeren die dus een jaar of 12 zijn, die wel proberen willen om te gaan scheren. Die leren het van een ouder iemand. Maar het loopt dus wel terug, maar het is echt een oud ambacht nog. Maar jaarlijkse traditie in Loenen, die blijft? Dat blijft zolang als wij dus scheerders kunnen blijven krijgen, dan blijven we dat feest ook organiseren. We zijn allemaal vrijwilligers, zoals op alle plekken bijna dus. Thank you.
Sabine, ik hoorde straks dat schaapsscheerders, er zijn er niet zo heel veel meer van, maar hoeveel vrouwelijke schaapsscheerders zijn er? Ja, bij ons team, ik denk een stuk of 3, 4. Dus dat is nog wel aardig wat. Hoe kom je daar zo bij om dat te gaan doen? Ik kom al van jongs af aan op het feest. En toen ik een jaar of 12 was, mocht ik koffie gaan rondbrengen aan de standhouders. Maar toen ik 13 was, zei ik nee, ik wil graag die schapen scheren. Dat lijkt me beter. Hoe lastig is het? Dat hangt er een beetje van af hoe moeilijk hoe rijp de wol is. Dan kan het heel lastig zijn. En als het schaap heel erg tegenspartelt, kan het heel lastig zijn. Maar vandaag zijn ze allemaal heel rustig. Is dit nou de enige plek waar je scheert of ga je meer schaapscheerdersfeesten af? Ik scheer ook sinds kort op het Hapskamp. Prehistorisch kamp in Apeldoorn. Heb jij nou nog leerlingen? Of, Nee. Hoeveel doe je er in een uur? Eentje. Oh, ik hoorde straks, maar dat was marginaal, één per minuut. Ja, dat is wel erg veel, maar ik ben ook zeker niet de snelste scheerder. En ik scheer er vandaag een stuk of 6, 7, maar er zijn de meeste hier scheren er een stuk meer. Ja.